Vertrouwen, een vangnet voor de mensen die het echt nodig hebben en het zelf niet kunnen organiseren. Maar het gaat vooral over de mensen, om die weer centraal te stellen. Ik geloof in. Maar dat zal ik ook zeggen waarom. Ik ben nog maar sinds een halfjaartje ben ik verantwoordelijk voor de jeugd en voor de WMO. En in het begin was ik ook heel kritisch. Maar ik loop nu een tijdje mee. Een paar maanden nog maar. Maar als ik dan zie waar op dit moment de professionals in de wijk tegenaan lopen. Tegen heel veel administratieve last. Heel veel verantwoording afleggen. Dat het heel erg vanuit aanbod gestuurd, vanuit instellingen gaat. Want het is een instelling die krijgt budget. Die levert een bepaalde dienst. U markeert A, u krijgt B. Het is allemaal centraal georganiseerd. U moet altijd naar een centraal meldpunt. Ik denk dat we met deze beweging, door een sociaal wijkteam hier in de wijk te hebben, door een jeugdteam hier in de wijk te hebben, dat de toegang makkelijker gaat worden. Dat u naar iemand toe kunt gaan met uw vraag. Ja? Dat er ook iemand zit met wie u een gesprek gaat krijgen. En dat we kunnen zorgen dat er ook één regisseur is. Ik vind dat we weer gewoon in de wijk, bij de mensen thuis, de professional en de mensen waar het over gaat, de ruimte moeten geven om een plan te maken wat bijdraagt aan de oplossing van mensen. En dan is het inderdaad zo, dat als mensen met een vraag komen, dat het niet vanzelfsprekend is dat de gemeente het probleem oplost. En dat gaat misschien veranderen. Dat de eerste vraag is niet van, wat is uw probleem? Nee, dat de eerste vraag misschien is van, wat kunt u zelf nog om het probleem op te lossen? En dat zal even slikken zijn, dat zal even wennen zijn. Dat is toch wel een verandering, want als overheid hebben wij een heleboel zorgen ook wel naar ons toegetrokken. Maar ik realiseer me ook heel goed dat er ook een heleboel mensen zijn die het zelf in de eigen omgeving of zelf niet kunnen oplossen. Nou, en voor die mensen is er dan ook wel het wijkteam of de gemeente om ook daadwerkelijk met een passende oplossing te komen. Laat ik u één ding, een misverstand wegnemen, dat het sociaal wijkteam niet bevolkt wordt door boventallige ambtenaren die omgeschoold worden om nu in ene zorg te gaan verlenen. Ik beloof u ook dat een indicatiestelling niet door een vrijwilliger gebeurt. Ik beloof u ook dat als het dagbesteding is, dat het gewoon door een professionele instelling gebeurt. Maar ik beloof u ook dat we wel gaan kijken, wat kunnen we met elkaar nog in een dorp of in een wijk organiseren. En dan is het gewoon eens even toch, en dan is misschien toch ouderwets of weer terug naar misschien waar we voor zijn, dat we een keer omkijken om elkaar, dat dat helemaal niet zo gek is en niet te veel gevraagd is. Ik ga u dus ook niet, over eerlijk zijn, garanderen dat vanaf 1 januari allemaal perfect loopt. Zeker weten niet. Klopt. Wij krijgen een enorme opgave krijgen we als overheid, als gemeente. Ik weet wel dat we als Zaanstad heel ver zijn. En op 1 januari zijn wij er klaar voor om in ieder geval de uitvoering aan te geven. Ik zeg het al, we hebben de contracten zijn allemaal getekend. Dus de professionele tweede lijn zorg is ingekocht. We hebben wijkteams die draaien allemaal. De jeugdteams draaien allemaal. We zijn ook met het hele gebeuren erachter, declaratieafwikkeling, allemaal technisch. Zijn we allemaal druk mee bezig. Zaanstad is op dit moment een van de koplopers wel in Nederland als het gaat om het klaar hebben. Ik deel uw zorg. Maar ik denk echt wel dat als we dit met elkaar samen invullen en er ook vertrouwen in hebben, dat uiteindelijk de zorg niet slechter hoeft te worden. Sterker nog, ik denk dat we met minder middelen het misschien wel beter kunnen doen.